Hoi guys, ik ben nu in de showroom en ik heb een pakketje binnen gehad van It's Irish Jewelry. Kijk, ik ga het jullie even laten zien op Instagram. Ze zijn pas net begonnen, maar het ziet er echt vet uit. Ik ga nu even kijken hoe ik het ga openmaken. Even kijken, let's see. Even kijken. De eerste is dus een basic ketting. Vet, ik ga wel straks even alles aandoen. De tweede. Oh nee, het zijn allemaal basic kettingjes. En dan kan je zelf dingen eraan hangen. Kijk, nog eentje. Ze hebben verschillende structuur. Kijk. Deze. Kijk. Het zijn drie verschillende structuren. Vet. En dan dit zijn de hangertjes die je eraan kan hangen. Even kijken. Zo moeilijk openmaken. Kijk hoe leuk. Cute, hè? En nog twee ringen erbij. Oh. Pas ik het? Deze afhalen. I love it. Thank you so much. It's Irish Jewelry. Dit is de Instagram. Ik heb echt vette foto's. I love it a lot. Trouwens, ik heb ook de LA Sisters Velvet joggingpak aan. Hij zit zo comfy. En we hebben deze in de kleuren burgundy en navy. Ik heb navy aan. Zwart is inmiddels al uitverkocht. Dus wees er snel bij voordat alles uitgekocht is. En nu ga ik straks naar Schiphol toe. Want een vriendin van mij, Josette, is aangekomen. Dus ik ga haar ophalen. En dan gaan we naar Kiana toe. Het is namelijk ook een vriendin van Kiana. Ik ken haar ook door Kiana, zeg maar. En dan gaan we als het goed is eten bij Dynasty. Maar Kiana belde me net dat ze een beetje ziek is. Dus we gaan even kijken of we bij Kiana gaan eten of dat we naar Dynasty gaan. Dus dat is mijn planning. Oh, en by the way, onze bombers zijn binnen. Hoe vet zijn deze? Ik heb een maat XS, dat is redelijk al oversized. En we hebben deze kleur. Deze kleur. Army. En die heeft een oranje binnenkant. En deze heeft gewoon een zwarte binnenkant. Dus ja, zie ik jullie zo weer. Even serieus, ik kom bij mijn auto. Check dit. Hier ga ik toch nooit inkomen, gaf. Vreselijk. Leer even binnen je lijntjes parkeren, ja, AUB. Ach, nu moet ik zo via deze kant in mijn auto. Kijk. Zo gaan we het doen, jongens. Oeh. Oh, die deur moet nog wel dicht. Oh, ik zit. Look who I picked up from the airport. Josette is in town. Yes. How was your flight? Terrible. It was long, right? I need to sleep right now. Aww. Yeah. But we're gonna have cute dinner. Yeah, that's for sure. Perfect. Gonna make up for it this weekend. Have fun. Yay! I'm so excited. And now we're on our way to Kiana. Yay. Eskimo, lieve Kiana. We zijn nu onderweg naar Dynasty. Met mijn Eskimootje. What's up? What's up, girl? Straight out of Miami. Straight out of Miami. First time I saw you. Back at our favorite spot. Kiana is ziek, zielig. Oh, it was a wine. Yes, it's the best wine ever. This is our favorite wine. Zinfandel. Top. Oh mijn god, lekkerste soep ever. Kiana, hoe is dit echt?
How are you real? Onderweg naar huis. I look like a Teletubbie. Kiana Eskimo again. Ik heb het echt koud. I can't. Het is ook echt super koud. En nu gaan we even bij Kiana een filmpje kijken. En dan gaan we lekker naar slapen. I look like Happy Feet. Hello. Cutie pie. Enemy casting ground like I'm broke. We zijn nu eventjes voor de messels. Even een kapsel gaan halen, het is nu 12:30. En ik heb opeens heel erg honger. Kijk daar, bij het Oishi messoet. Yay. Kiana is eventjes de kapsels halen en Josette en ik wachten hier. Ze slaapt half. Ze is moe, ze is ook echt vandaag geland. Dus ze zal vast echt moe zijn. Josette, girl. Dit is toch top? We zitten gewoon voor Kiana's huis omdat we te lui zijn om naar binnen te gaan. Hi guys, het is nu donderdag en wij staan nu geparkeerd in de PC. En we gaan nu onderweg naar de Melkweg voor de Excited Awards. En mijn camera is zo aan het spacen, want ik word heel de tijd wazig. Het is echt heel annoying. En ik heb nepwimpers op, waardoor mijn oog echt heel zwart lijkt, merk ik nu. Maar ja, ik vind het altijd zo leuk, zeg maar met kersttijd, dat ze al die versiering in Amsterdam doen, al die verlichting. Maar ik ga nu zeggen tegen mijn vriend hoe moet gaan. Let's go! En ik wil jullie ook even mijn outfit laten zien. Lijkt wel een catwalk zo. Deze is van de, waar is deze gekocht? Mango, hè? Ja. Van de Mango. Deze zijn van Fabrique Sire en deze is van Yves Saint Laurent. Dit is mijn outfit voor je. En zij is van mij. Mijn hakken zijn echt best wel heftig, maar ik vind het voor een keer wel leuk. Alleen ze zijn super hoog. Baby, come on! We gotta hurry! Excited Awards naar de Chin Chin Club gegaan en kijk al deze katjes. Deze doet het niet. Zo leuk. Gaan we een shotje doen? Chappy! Hey guys, goedenavond. Het is vandaag donderdag. En dit is mijn outfitje. De mesh turtleneck top van LA Sisters. En de coated shoe pants van LA Sisters. Tasje van YSL. En de schoenen zijn volgens mij van Simmy Shoes. Ik weet het niet zeker. Ik ga nu naar Kiana toe. Want we gaan daar... hoe heet dat ook weer? Wat is die feestdagloof van vandaag? Thanksgiving. We gaan Thanksgiving dinner doen. Met Kiana's familie. Dus ik ga nu richting Kiana. Ik neem dit leuke flesje mee naar Kiana.
to cure the bottle. This looks so cute. Look at the turkey. Damn. Ziet er lekker uit. Eet smakelijk. We zijn zo moe. We're so tired. Dying, we're so tired. En we gaan nog steeds door. Jetlag props. Yeah, en ik ben dus moe. But tomorrow, are you ready for tomorrow? Oh yeah. Ik ga een weekend slapen bij Kiana. I'm so sad. En we gaan het wel leuk met z'n allen weer doen. Zo, ik ben inmiddels thuis van het Thanksgiving dinner van Kiana. Het was echt super gezellig. En ik heb nu mijn make-up eraf gehaald. Want ik dacht dat het weer tijd was om een maskertje op te doen van May Beauty. Deze keer ga ik de Incredible Face Mask gebruiken. En daar staat op, it removes blackheads, oil, dead skin en impurities. Het is een peel-off nude mask. Dus... die ga ik eventjes proberen. Ik denk dat ik maar ga beginnen. Even kijken, er staat... breng het masker aan op je gezicht. Laat het masker 30 tot 45 minuten drogen. Verwijder het masker. En zie hoe meeeters en huid meekomen. Oké. Okay. Let's go. Ik denk dat het handige is als ik even het licht aan doe. Dan kunnen jullie het iets beter zien, hè? Ik mag dus niet op mijn wenkbrauwen. Dan trek ik denk mijn wenkbrauw eraf. Ik ga dit ook echt vooral op mijn neus doen. Alles zit erop. En er zit best nog wel veel in het zakje. Dus ik zou eigenlijk wel 2 keer met het zakje kunnen doen. Ik ga dus nu 30 tot 40 minuten laten opdrogen. En dan kom ik zo bij jullie terug als het is opgedroogd. En dan gaan we het samen ervan afhalen. Zo, het is nu zo'n 30 minuten later. En het is helemaal opgedroogd. Ik ga nu proberen het eraf te halen. Maar ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Kijken of ik wat los kan krijgen. Oh, dit zit wel echt goed vast. Oeh. Nou, waar krijg ik het nou los? Oh, zo. Kijk. Oeh. Ah, dit doet best wel pijn. Damn. Zo, ik heb bijna alles eraf. Inmiddels heb ik het hele masker van mijn gezicht afgekregen. Hier liggen alle restjes. En ik zeg je eerlijk, dit masker is echt geen grap. Het doet echt pijn om het van je gezicht af te krijgen. Maar mijn gezicht voelt nu wel echt als een babyhuidje weer. Dus ik denk dat het wel heeft geholpen. Het is wel echt even pijnlijk om het af te krijgen, maar nu is het zo zacht. En ik mag ook een kortingscode weggeven aan jullie, namelijk van 30%. Die ga ik hier schrijven. Dat is LA Sisters Mask. LA Sisters Mask. En ik zal ook de linkjes in de beschrijving zetten als jullie geïnteresseerd zijn in het masker. Ik ben er in ieder geval super blij mee.
En laat me weten als jullie ook een van de maskers hebben en wat jullie daar nou van vinden. Bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Vergeet niet blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!